dames en heren, ook leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video van Nox. We zijn vandaag weer in dezelfde plek. En weet je, ik ga het nu gewoon allemaal eventjes heel erg snel rushen tot waar we gebleven waren. Maar dan nu zonder wolven, dat jullie ook zien hoe dat gaat. Want, tja, dat is best handig. Goed, dus de vorige keer waren we overleden. En even dat jullie denken van, oh, wat een stupid person. Hij rent gewoon rechtstreeks in een trap. Jullie zagen dat ik sprong, toch? En goed, er lag dus een zombie op die pressure plate. Die pressure plate, is dat goed Nederlands? Dat interesseert me eigenlijk helemaal niks, maar in ieder geval. Daar lag er dus een pressure plate. En ik ging dus volop in dat, op dat, ik sprong dus over de pressure plate heen. Maar er lag een zombie op. En die werd net wakker op het moment dat ik er overheen wou stappen. Dus, wat gebeurde er? Die pressure plate, dat pressure plate ding ging af. Kijk, zoals dat. Op het moment dat je er overheen loopt, gaat die af. En nou goed, de rest heb je al gezien. Maar precies op het moment dat hij er weer wakker werd, sprong ik er overheen en landde die bovenop me. En was ik dus dood. Ja, goed, dat soort pech heb alleen ik. Goed, eigenlijk als je dit doet zonder wolven. En of je bent gewoon heel slecht in het spel. Is de truc om misbruik te maken van alle traps die in het gebied liggen. Want kijk, alles, deze traps instant killen, alles. Echt gewoon alles. Er is geen enkel monster dat dit overleeft. Het enige moeilijke gedeelte wat je dan gaat krijgen als je niet echt goed bent in het vermoorden van mensen en dingen. Kijk, dus ze komen hier doorheen. Je springt hier over de pressure plate. En je lurt ze. Boom, weer twee dood. En dan spring je hier weer overheen. Gaat die weer af. Je rent weer hierheen. Springt hier weer overheen. Enzovoort. Zo kun je eeuwig door blijven gaan. En deze kun je natuurlijk gewoon lekker vermoorden met dit. En dan... Maar goed, dit doe je allemaal natuurlijk maar bijvoorbeeld gold. Je kunt het ook gewoon compleet overslaan. Maar met gold kun je uiteindelijk wel gewoon betere items kopen. Was dit die Mighty Leather Helmet? Ja. En we hadden ook trouwens een Mighty Cloak gevonden. Maar dit was Cloak of Healing en dat vond ik wat beter dan. Goed. Deze kerel is echt... Die moet je echt gewoon goed en meteen aanvallen. Gewoon meteen in, op hem in blijven hakken. Humanizer upon us, beware. Goed. In ieder geval, je moet dus echt gewoon op hem afrennen. Zo. Zo. Hij heeft zeg maar iets van 150 health of zo. Oh, echt iets van 250. Goed, in ieder geval. Als je deze gebruikt, kan hij volgens mij geen spells meer gebruiken. En als je deze gebruikt, dus zeg maar de S is de A is de charge. In principe kun je hem gewoon altijd vermoorden. Oké. Okay. Goed, oh wacht, ik zit alweer vol. Zo, slaan. Kijk, en zombies kunnen dus alleen vermoord worden met vuur, zoals ik al in de laatste aflevering zei. Dus, vermoord je ze met vuur? Prima, niks aan de hand. Vermoord je ze met iets anders dan vuur, worden ze vanzelf weer wakker. Kijk, zal ik één keer demonstreren hoe dat zit? Oh ja, trouwens, als je ze gewoon één keer slaat met iets van vuur en daarna één keer slaat met iets van niet vuur, is er verder ook niks aan de hand. Goed. Slaan, charge, zie je het? Dan is er gewoon ook niks aan de hand, want dan zit er ook iets van vuur in hun ofzo. Ik weet niet wat de logica is van de mensen die dit spel hebben gemaakt daarachter. Goed. Oh, ik hoop dat jullie deze visual lags niet kunnen zien, alsjeblieft niet. Maar eigenlijk, dat interesseert me allemaal niet zoveel. Geld. Oh ja. Die was ik even vergeten. Terwijl ik in de vorige aflevering nog duidelijk zei van, daar moet je uitkijken. Kijk, dat is toch wel ook weer echt heel wat iets typisch voor mij. Dat ik gewoon mijn eigen tips vergeet. Tja. Zo. Trouwens, als mage is het heel makkelijk om deze dingen dan dood te krijgen. Kom maar, word maar wakker. Wee. Nou, hij wordt niet wakker. Oh, kijk. Slaan, chargen, klaar. Of gewoon twee keer keihard slaan.
Zo, pakken we de mees er weer bij. Och, echt. Deze visual lag, mensen. Ach, jullie zien het vast niet. Echt niet. Ik hoop het. Ik beloof het niet. Ik hoop het vooral. Oké. Nou goed, we zijn er alweer bijna. Zo, hier. Gewoon lekker alles openen. Oh ja, die chainmail. Die waren... Dat was echt heel chill. You're not a... Okay. Dat was echt heel chill dat we die vonden. Want, weet je... Het was ook nog echt mighty gewoon. Wow. Ah. Zo. Zo. Oh ja, hier zat een geheime ruimte. Kijk, en dat zag ik dus op de minimap. En ook al had ik dit volgens mij ook al aangewezen in de vorige aflevering. Dat weet ik trouwens niet meer zeker. En even kijken. Jij bent dood, sorry. Soms dan val ik even stil op het moment dat ik me focus en concentreer. Goed. Nou, dus hebben jullie ook gezien hoe dat ging. En het viel ook wel gewoon op hoe het tot de vorige keer de wolven niet mee waren gekomen. Er is ergens geld terechtgekomen. Ik hoorde het. Ik hoorde het geld op de grond komen. Hier. Kijk, visual glitches. Altijd heel erg fijn. Deze nu niet. Hier moeten we langs deze. Ik schrok daar serieus echt even oprecht van. Echt gewoon dat ik denk van... Oh, kut. Dit is echt... Dit brengt mij in zo'n slechte situatie. Oké, goed. Dus dan pakken we nu deze silver key. Het is trouwens mogelijk als je mage bent om die golden key meteen te pakken. Dan hoef je niet eerst helemaal hier langs. Maar echt even, als je dat doet ben je echt veel te lui. Want experience is in dit spel gewoon live. Dus beter ga je gewoon ook voor de experience points. Zo. Maar wat je dus dan kunt doen is er een pool spel en dan kun je hier naartoe trekken. Als je echt hier helemaal in gaat lopen en dan je muis erboven houdt en dan klikt, dan kun je hem net pakken. Maar dan moet je wel geluk hebben. Dat lukt niet altijd. En echt even, in die tijd kun je net zo goed makkelijk heen en weer lopen. En dan heb je ook gewoon de sleutel. Goed, dus we gaan hier nu door deze deur heen. En weet je, gewoon puur even om het goede voorbeeld te geven, save ik. Zo, hier, check the water, feel the feather, override save, yes. Zo, hey, is dat even mooi. Goed, hier waren we allemaal oh ja, hier was nog een geheime ruimte. Ik weet niet of ik die de laatste keer ook had laten zien. Nou, in het geval van niet, weet je het nu. Oh ja, ik wil nog wel even zo dit balkje hier hebben. Dat, ik weet niet, ik vind dat gewoon fijn. Het geeft mij gewoon het gevoel van overzicht en dat ik gewoon weet... Oh, die kite shield... Stomme geesten. Zo, spring ik hier overheen. Charge ik hier tegenaan. Zo. Zo. Oh ja. Kun je jullie nog herinneren dat die vorige plek... Dat we die skeletten... Oh nee, wacht. Dat heb ik jullie niet laten zien trouwens. Dat was apart. In ieder geval. Er is dus... Hier zit een knop. Als je daarop drukt, komt de vuur uit. En dan kun je heel makkelijk een hele grote groep zombies in één keer gewoon obliteraten. Is er verder nog iets wat leuk is om te vertellen? Kijk, hier was ik dus gestorven. En hier lag dus die zombie. En... Nou, goed. Dood, dood, dood. Sterf, sterf. Klik, ren. Oh, oké, die wordt dus zo meteen weer levend. Kijk. En dit gaat dus de hele tijd zo door. Totdat hij het op een gegeven moment voor elkaar speelt om echt op een goede manier wakker te worden. En even een klein stukje te lopen. En... Nou, dat gebeurt dus niet zo vaak. Goed, vanaf hier komt dus een nieuw gebied. En ik denk dat we in de buurt komen van de eerste minibos van dit gebied. Want ja, dit spel heeft dus ook minibosses. Die zijn we tot nu toe niet tegengekomen. Oh, jawel, trouwens, troll in aflevering 1. Was dat trouwens aflevering 1? Ja, dat was aflevering 1. In ieder geval, die troll is ook een minibos. Kijk, dus wat we nu doen, lopen hierheen, druk op deze knop en al die zombies, die verbranden gewoon. Hier kun je niet overheen springen. Die sprong Red Jack niet. Ja,
Dat redt hij gewoon net niet. Oh, oké. Okay. Ghost, you may die. Rest in peace. Kijk, het zijn gewoon tangerine veel feller. Hier lagen altijd alle mensen die... Dat was dus voordat Jack hier was, was er een grote oorlog aan de hand tussen necromancers en zeg maar de levenden. Oh kut, dit gebiedje. Kijk, hier zijn dus vuurballen. En je kunt het op twee manieren doen. Je kunt heel hard rennen en niet geraakt worden door vuurballen. Kijk, wat je op zich ook kan doen is zeg maar zo. Maar je wordt er wel een stukje naar achteren gegaan. Wat je ook gewoon kunt doen is... hier naartoe rennen. En dan zie je die knop daar. Iedere klas heeft raged. Je kunt gewoon op die knop mikken. Je houdt gewoon je muis erop. En klaar is Kees. Hoef je niet moeilijk te doen met rennen. Niet gevaarlijk te doen. En je verspilt echt alleen maar shurikens als je gewoon echt niet kan mikken. En wat trouwens ook wel soms wel eens doe, is dan heb ik al die zombies geskyped, hier naartoe gekyped, gooi ik een shuriken naar die knop. Duke hierop begint het weer en... Nou goed, je snapt het wel. Heb ik er nu alles in dit gebied opgehaald? Ja, volgens mij wel. Alleen die ene zombie niet. Maar echt waar, fuck die ene zombie. Als het is, komen ze nu. Ah, ik gooi ze allemaal mis. Nog meer shurikens. En nog meer. Maar goed, dat komt een andere keer wel. Zo, up, hierheen. Zo, en dan zijn we nu in het nieuwe gebied. En dan zo meteen komen we, als het goed is, het eerste bos tegen, namelijk de Warrior Bos. Barbaric Guardian of the Crypt. Tada, die ene bos waar ik het over had. Nu wil ik mijn sterkste armor aan hebben. Die healing gaat me nu niet helpen. Ik wil dit hebben. Welk zwaard doet de meeste damage? Die doet in totaal 15,84. Oh, ja. Trouwens, dit wapen is een must. Waarom? Kijk, ik kan zo meteen... Oké, nu zo meteen door die muur komt die barbarian. Maar dit wapen is een must. Omdat ik kan hem een stuk naar achteren slaan en dan kan hij mij niet meer raken. Wat we nu doen is, ik charge direct in hem. En hij heeft meteen damage. En nu loop ik gewoon rondjes. En dan kan ik hem een stukje naar achteren slaan iedere keer, weet je wel. Dus nu weten we. Twee keer slaan. En dan rennen. En in hem chargen. Klaar. Het hoeft niet moeilijk te zijn. Dit kun je allemaal heel makkelijk doen. Het is echt niet het allermoeilijkste van de wereld. Maar dit betekent dus... Mighty Iron Chain Claw. Mighty Iron Chain Leggings. Die hadden we hier ook. Dat is trouwens het verschil tussen deze. Want deze heeft nog iets van... Good Protection for Warrior's Legs. Weight Armor Value 108. Deze heeft... Oh. Oké. Deze heeft gewoon iets meer durability. Nou, eigenlijk dezelfde durability. Maar die we hebben... De persoon dat die droeg niet in elkaar geslagen. Dus is hij gewoon nog in betere staat. Zo. Oh, dat is fijn. Maar we hebben eigenlijk nauwelijks schade gekregen. Klote ding. Oh ja, hier is een... Als je een conjurer bent, ligt daar een staf. Zo. Trouwens... Meesters slaan even snel als zwaarden. Dat heb ik nooit begrepen. Makers van het spel, alsjeblieft. Dankjewel voor deze convenience, I guess. Zo, daar is niks mee aan de hand. Maar dit was trouwens de eerste miniboss. En ik laat ze allemaal heel makkelijk lijken. Maar geloof me, als je ze voor de eerste keer doet, dat gaat je echt niet lukken. Gewoon op die manier. Oh ja, dit was heel leuk. We kunnen sluipen. Maar weet je, deze zombies die horen dat toch wel. Deze zombies kunnen we nu trouwens met vuur shurikens. Dat zijn normale shurikens. Ik wil wat amber shurikens. Shuriken of flame, shuriken of fire. Zo. Zo, vee. En dit is een hele goede manier om vanaf afstand...
als je kunt mikken, iets dus naast ze mikken. Eén keer erin en dan één keer ernaast. Oké, okay. Dus één keer in ze klikken en dan één keer ernaast klikken. Weten we dat ook meteen weer. Nog meer Shurikens of Flame. En nog meer Shurikens of Flame. Volgens mij zijn we inmiddels aangekomen bij het... ik weet niet zozeer zeker of we bijna zijn aangekomen bij de tweede baas. Volgens mij moeten we nog een klein stukje verder. Oh. Deze was ik even vergeten. Zo. Ik was even vergeten dat hier gewoon vier zombies tegelijk... Of wacht, er drie. 1, 2, 3. Dat er drie zombies tegelijk op je afkwamen rennen. Zie je, zo blijkt ook weer. Ik heb ook niet het beste geheugen van ons allemaal. Wacht, ik mag trouwens wel even zo'n mooi kite shield. Oh, heb ik deze helemaal niet. Zo. Zo, nu heb ik de beste armor. En weet je, nu kan ik geraakt worden wat ik wil. Doet me toch niks meer. Oké. Dus hier, deze deur zit op slot. Goed, waarom zou je deze deur open laten? Er zijn twee manieren hoe je dit kunt doen. Hier kun je gewoon veilig overheen lopen. Maar als je geraakt wordt door dat ding, ben je echt gewoon morsdood. Volgens mij ga ik nu testen. Ik ga eerst zeven. Volgens mij is het mogelijk om hier zo langs te rennen. Ja. Dat is het allermakkelijkste. En weet je, ik denk dat dit iets is dat de makers er gewoon in hebben gestopt voor... Oké, dat is voor onszelf. Wij weten dat het kan. Maar waarschijnlijk komt verder niemand erachter. Dus, weet je, laat het maar gewoon lekker inzitten. Maar weet je, dan zijn er ook nog altijd dat soort mensen als mijn broer die daar gewoon achter komt. Ik heb dit spel trouwens leren kennen via mijn broer. En ja... Dus ook heel veel van die trucjes. Als klein kind zat ik al te kijken naar hoe Michiel dit spel speelde. Hier zit iets in wat ik wil hebben. Namelijk iets anti-shocks. Waar zit die hier? Ja, anti-shock chain. Sturdy. Dat is dan wel weer jammer, maar het is anti-shock. En dat vinden we heel erg fijn. Want de volgende boss, ik zweer het je, die maakt zoveel gebruik van elektriciteit... Dat is gewoon niet meer leuk. Echt, al die electricity damage. Zo, dan zit hier nog eentje in. Hier zit een potion in. Kan ik dat nu wel gebruiken? Hier zit dit in. En dan komt er zo meteen... Kan ik hier doorheen slaan? Wauw, hier kom ik ook pas net achter. Ze zijn toch altijd weer van die secrets die je dan zeg maar net niet weet. Dit is... En, ja, oké, nou... Die komt dan misschien nog in een later gebied van pas. Als we weer terug naar X moeten. Dood. Zo, die wil ik even dood hebben. Oh, Eye of the Wolf. Kijk, deze had ik eigenlijk willen hebben voordat ik naar de Necromancer ging. Want misschien kun je je nog herinneren dat de Necromancer onzichtbaar kan worden. Als je dit doet, kun je alles zien wat onzichtbaar is. Heel erg fijn. Ik zou willen dat ik dit in meerdere spellen zou hebben. Oh ja, daar komen we zo meteen nog bij. Maar hoe? Hier was ook echt iets van een trucje voor. Volgens mij was dit hem. Ja. Dus je loopt naar de zijkant. Dit was een Mighty Iron Tunic. Is die anders? Mighty Iron Tunic Armor Value 2216. Wait... Oké, nee, dit is dus helemaal niks anders. In ieder geval, als je hier naar beneden valt, wat ik zo meteen ga doen, maar eerst wil ik dit eventjes hier clearen. Dan val je in een soort van gebied omringd door skeletten en zombies en dat soort dingen. Goed, en dan zijn er ook een paar van die kleine uitwegen die ik zo jullie ga laten zien. Oké, goed. Dat ga ik je dus nu laten zien. Dus stel je probeert dit te doen en je valt naar beneden, zoals ik daarnet deed. Dan kom je dus hier uit en uit iedere pilaar, ook uit deze volgens mij. Oh, uit deze niet. Hier ligt een health potion. Die onthouden voor later. Je kunt hier aan knoppen trekken en dan komen deze elevators omhoog. Dus als je de iron tunic nog niet hebt, kun je het gewoon nog een keertje opnieuw proberen. Maar als je gewoon nog een keer faalt, dan kom je hier nog een keer uit.
Dus je denkt van, oké, ik heb zin om het over te slaan. Dan kun je gewoon hier naartoe rennen. Oh, shit. Ik had nu heel mooi kunnen laten zien hoe dat wolfding werkt. Dan ga je gewoon hier dus nu erop staan. En dan kom je hier uit. En kijk, zoals jullie al zien, dan kom je gewoon bij deze deur uit waar we net stonden. Goed. Dus dan zijn we nu hier aangekomen. Dit gebied. Even de Skeleton Lord. Dit gebied, dit stukje, is vlak voor de laatste mini-boss. Of nee, eigenlijk voor het eindbaas van dit. Oh ja, die pijl. Bijlen zijn zo vet in het spel. Het is echt gewoon agressief wat je ermee doet. Tjak, tjak, tjak. Maar weet je, op zich, je hebt er niet heel erg veel aan. Want het is heel erg traag. Maar zo meteen in het volgende gebied is het wel heel erg leuk. Oeh, sorry, maar ik wil nu dit zwaard dragen. Die is Mighty namelijk. En Mighty's dingen zijn echt heel erg goed. Dus zometeen vlak voor de deur, voor de laatste eindbaas, stop ik de aflevering. En ga ik een nieuwe beginnen. En hoop ik jullie... Wacht, we zijn nog wel... Oh, daar ging het bijna weer fout, zagen jullie dat? Dat was echt even serieus gewoon... risico. Check. Zachtjes, zachtjes, zachtjes. De zombie mag niet wakker worden. Oké, en we sluipen weg. Ook is hij al lang wakker geworden. Oké. Ik zou willen dat we net iets sterker waren, want dan konden ze me one-shotten. Ah, dat is echt... Trouwens, had ik dat laatste ding ook opgeraapt? Meen je die? Daarvoor ren. Ik ren daarvoor terug. Want geld is geld. Echt waar. Ja, die hadden we. Oh nee, wacht. Zat hier niet ook nog iets van de... Even serieus, jongens. Ik word soms gewoon gek van alle geheime ruimtes die er bestaan in dit spel. Was dit de geheime ruimte? Nee, dat was... is niet... Even serieus. Dit is zo vermoeiend soms. Dat je denkt van... Oh, had ik die geheime ruimte al gepakt? Ja, die had ik al gepakt. Shit. En die heb ik gewoon echt... 30 seconden van mijn kijkers verspild. Wat ik niet graag doe, jullie tijd verspillen. Want jullie willen ook niet graag dat jullie tijd... Oké, kijk, kijk, geest. Zien jullie nu hoeveel duidelijker die geest is? Omdat ik dus die ability... Oké, dit is weer zo'n... Dit zijn allemaal weer pressure plates. Als je daardoor wordt geraakt, als je daarop stapt... Dan gebeuren dus nare dingen met je. Dat kan ik je één keer laten zien. Zie je dat soort dingen? Bij die lukt me dat echt niet. Dan lukt het me gewoon niet om op tijd weg te komen. Oké. En dan nu. Eigenlijk zijn we er bijna. Wat ik nu echt al heel lang roep. Zo. Ik wil ook even iets van een klein wapen. Active hebben. Dat ik gewoon even een paar keer hard achter elkaar snel kan slaan. Ik heb nog eigenlijk helemaal niks aan dat grote wapen. Want ik krijg daar eigenlijk alleen maar meer damage van dan nodig. En op zich als ik ze kan one-shotten is het een voordeel om dat wapen te hebben. Maar als dat niet lukt... Dat is trouwens mijn filosofie in ieder spel. Altijd snelheid kiezen boven kracht. Tenzij de kracht is dat je ze meteen kunt one-shotten. Dan is kracht op zich wel weer beter. En als het goed is... Ja... Dit is de plek waar de eerstvolgende boss battle gaat gebeuren. En die krijgen jullie de volgende keer mee. Ik druk op save. Save. Zo. En dan de volgende keer komen we in het nieuwe gebied aan. En in hoofdstuk 5. En dan zie ik jullie graag de volgende keer. Doei doei.